We zijn vandaag in Rutte, westen van de Loospolder. En daar tel ik samen met mijn broer onder andere zaaijuien. Het grootste probleem is eigenlijk de hagel die we gehad hebben dit jaar. En verder zitten wij in deze hoek, doet de ui vliegt het ook altijd lekker goed. De ui vliegt legt een eitje bij de ui neer. En uit het eitje komt de larve en die larve die gaat de ui opeten. En als die in de ui zit, dan gaat de ui dood. En dan krijg je schade van en dan, ze hebben vaak niet genoeg aan één ui. Dan gaan ze van één naar de volgende en naar de volgende en dan hebben ze zo een meter waar niks staat. En dit jaar hebben we net als vorig jaar kaperel gespoten. En het resultaat is eigenlijk wel naar tevredenheid. We gebruiken kaperel dus voor het derde jaar nu. Eerst 2 jaar geleden als proef. Vorig jaar een gedeelte proef en een gedeelte praktijk. En dit jaar hebben we eigenlijk al onze uien in de praktijk met kaperel behandeld. Kaperel is op zich wel makkelijk toe te passen. Je kunt het gewoon met de spuitmachine verspuiten. Alleen moet je wel zorgen dat je vochtige grond hebt. En dat was het enige voordeel van dit natte voorjaar, dat we elke keer een bui regen hadden. Dus we hebben niet apart hoeven beregenen om de kaperel in te beregenen. Ja, ik zou andere telers wel aanraden om ook eens met de kaperel aan de gang te gaan. Want uiteindelijk is het in het belang van elke uienteler dat de druk in het gebied omlaag gaat. En de druk gaat eigenlijk alleen maar omlaag als we met z'n allen wat aan die bestrijding gaan doen.